ik word echt helemaal bijna doodziek eigenlijk van die gasten. Want kijk, dropship op zich is geen probleem. Als jullie willen weten wat dropship betekent, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Stel, Matthijs wil iets kopen, bijvoorbeeld bij mij. Dus ik ben bijvoorbeeld webshop A. Dus hij koopt bijvoorbeeld een PS4, koopt die bij mij. Dus hij koopt een PS4 bij mij. Als ik die order van Matthijs binnen heb, ga ik die order doorsturen naar mijn leverancier, naar die groothandelaar. Die groothandelaar, die gaat uiteindelijk die PS4 doorsturen naar Matthijs. Dus eigenlijk ben ik alleen, zeg maar, degene die het geld ontvangt. Een doorgeefluik. Een doorgeefluik eigenlijk, een tussenpersoon. Dus eigenlijk wat ik hoef te doen, het enige wat ik hoef te doen, is het geld binnenhalen, dat door te sturen naar de leverancier of groothandelaar. En die verstuurt het product rechtstreeks naar Matthijs. Terwijl ik eigenlijk niet eens op de post hoef te doen of wat dan ook. Dus in principe, het concept is gewoon goed. Alleen hoe ermee wordt omgaan is anders. Kijk, tuurlijk, als je gewoon weet waar je naar moet zoeken, weet wat voor producten gewoon veel vraag naar is. Ja, iedereen kan in principe dropshippen. Alleen de manier hoe ze het nu in de media brengen, naar bijvoorbeeld, of zeg maar naar de jongeren brengen via Facebook of YouTube, vind ik gewoon niet goed. Want een chefkok gaat natuurlijk nooit zijn geheime recept vrijgeven. Dat doet geen enkele chefkok. Want dan is er geen chefkok meer, of dan hoeft niemand hem meer eigenlijk in te huren. Of hebben we niet nodig. Ja. Dus dat werkt ook bij die dropshippers. Er zit altijd een achterliggende gedachte bij die gasten. Die mensen die willen natuurlijk ook hun geld verdienen. En als ze hun geheime recept weer vrijgeven, als het gaat om cactussen of bekertjes of tafels, wat dan ook, en iedereen gaat tafels kopen, dan raakt de markt verzadigd. Wat blijft er over? Loppers, helemaal niks. Dus daar heb je niet heel veel aan. Dus wat die mensen doen, wat Matthijs ook aangaf, zij verdienen hun geld door middel van cursussen te verkopen. Dat is eigenlijk, ze kunnen heel goed praten, dat zijn verkopers, dat is een van de meeste, echt gewoon de beste specialiteiten. Eigenschap moeten ze gewoon hebben. Klopt, dus verkopen van de cursussen, en dan verdienen ze goed geld, misschien 500, 600, 700, misschien 1000 euro, zodat je 10.000 mensen hebt die graag aan die cursus mee willen doen, ja, dan heb je best wel snel geld verdiend. Dus ze verdienen meer geld eigenlijk aan die cursussen dan eigenlijk aan het dropshippen zelf. Aan het dropshippen zelf. Dus dat is eigenlijk wel iets wat ik gewoon jammer vind, dat ze dat niet gewoon aankaarten. Want ja, geloof mij, wat ik al eerder aangaf, ze verdienen dus niet hun geld aan het dropshippen, maar gewoon meer aan de cursussen. Alleen ik vind het een beetje negatief hoe ze daarmee omgaan, want daar heb je ook al jouw vrienden mee te maken, zeg maar, mee te maken is. Dus dat ze er wel voor iets betalen, maar er weinig voor terugkrijgen. Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon een grote scam. Een scamhandel, wat eigenlijk een beetje uit de hand loopt nu. Ken je mensen die er ook mee te maken hebben? Nee, niet mensen, mensen die zijn, ook niet. Nee. Jij wel dus? Ja, ik heb het gewoon zelf gezien, weet je. Maar wilde je het zelf ook gaan doen? Of, Ik heb gekeken. Je hebt bijvoorbeeld je hebt een aantal keer de 14-daagse training heb je bijvoorbeeld gehad. Ik heb me daarvoor aangemeld om gewoon echt even te proeven, even te kijken hoe ze te werk gaan. Uiteindelijk ben ik niet verder gegaan dan dat. Ik heb hem alleen aangemeld. Maar ik heb vooral veel informatie opgezocht over hen. En ik heb ook geprobeerd om zo, ook in die Facebookgroepen, weet je, dan ga ik ook even kijken. Ja, ik vroeg me af waarom zoveel mensen er toch in geloven. Persoonlijk ben ik wel achter iets gekomen. En dat is, wat ze zeggen, klopt wel. Want soms geven ze bijvoorbeeld van die mooie quotes, maar dat zijn al bestaande quotes, weet je. Dat is niet door die persoon verzonnen, dat kan iedereen weten. Als je gewoon boeken leest, als je kennis vergaat, dan kan je daar achter komen. Maar waar ik achter ben gekomen is dat ze eigenlijk gewoon praatjes verkopen. Want die dropshipper, die methode bestaat wel, alleen zij doen dus alsof iedereen dat kan doen, maar dat is niet de realiteit. En als je het wel wil gaan doen, dat heeft veel kennis nodig, dat heeft ook tijd nodig en dat kan niet patsboom in één keer investeren. Dan kan je gewoon veel geld inbomben voordat je eruit kan halen. Het is gewoon een grote investering. Ja. Dat is niet iets wat je in een cursus gewoon snel kan leren. Van na 4 weken dan verdien je dat ongeveer en heb je al een hele mooie website opgebouwd. Zo'n kleine following, dat heeft tijd nodig. We'll be right back.